Volgen jullie het ook een beetje, die zaak van Ali B? Oh, zeg. Ha. Ja, het gaat maar over vingers in vagina's en pijpen en aftrekken en weet ik veel allemaal. Ja, denk ik bij mezelf. Goh, had dat niet gewoon achter gesloten deuren gekund, weet je wel. Moet ik al die details, moet ik dat allemaal weten? Moet ik dat allemaal aanhoren? Goeiedag, zeg hij. Maar ja, hij is hiermee eigenlijk al voldoende gestraft, volgens mij. Ja, want als je nu al deze dingen weet, hè, en dat hij 2 weken voor de geboorte van zijn kind, deed hij het nog even vrolijk buiten de deur. En dan denk ik, ja, dat hoef ik ook allemaal niet te weten eigenlijk. Maar ja, dat weten we nu allemaal. Ja, dan ben je toch genoeg gestraft. Meer dan, ja. Maar er werd wel gezegd over Ali B dat hij had een sterk verhaal. Nou, ik heb het eigenlijk nog niet kunnen ontdekken, dat sterke verhaal. Want hij kan zich... ja, krijgt ook een beetje last van het Rutte-syndroom. Hij kan zich bijna niks herinneren. Het is ongelooflijk. Wat er toen gebeurd is, ik weet nergens van. Nee, kan ik me niet meer herinneren. Ali B. heeft ook last van een lichte dementie al. Ja, nu al. En wat heel erg zwak is in het verhaal, en dat is eigenlijk het meest teleurstellende, dat onze Ali, die gaat dan vreemd, hè? Nou ja, goed. En dat doet hij, dat heeft hij uitgebreid gedaan. Nou ja, ga je gang. Als je dat wil, moet je dat doen. En verder niet zeuren. Maar wat hebben we nou gezien? Ja, dan gaat hij alles eens voor Bassie doen. Ja. Oh. Ja, ik wil zo graag terug bij mijn gezinnetje en bij mijn vrouw. En ik heb alles opgebiecht nu. En ik heb er zo spijt van. En ik had dat eigenlijk allemaal nooit moeten doen. Hou op, zeg. Hou op. Als je vreemd gaat, ga je ook vreemd als een kerel. En verder geen gezeur. En dan weet je de consequenties. Dus, ja, of je doet het als je een goeie bent. Dan doe je het gewoon echt stiekem. Want daar is vreemdgaan voor uitgevonden. Dat het stiekem gebeurt. Dat is het dus. Dat is niet in dit geval. Ja, en dan krijgen we dat. Nou.